We zijn in de Ardennen niet alleen het avontuur op wezen zoeken op de openbare weg, maar we zijn ook door de bossen wezen rossen met elektrische motorfietsen. Maar dat zie je zo meteen. Ben je meer van ver weg is dan en longt het avontuur, dan ben je nu aan het juiste adres met Paul van Hoof. Paul van Hoof, die heeft 9 jaar lang heeft hij alle uithoeken van Amerika gezien. En de vraag is natuurlijk aan Paul, Paul, van waar deze reis? Wat heb je allemaal uitgevoerd? Joost, ik ben met mijn oude motorcruiser V7 ben ik van het noordelijkste noorden van Alaska naar het zuidelijkste zuiden van Argentinië gereden. Als je een rechte lijn van boven naar beneden trekt, zijn dat 18.000 kilometers. Ik ben gaan zwerven, het zijn er uiteindelijk 60.000 geworden. Ik zou een jaartje gaan reizen en dat zijn er uiteindelijk 3 geworden. Paul, wat bracht je ertoe om deze reis te maken? Nou Joost, ik was in Nederland, ik was freelance journalist, schrijvend journalist. Ik werkte voor motorbladen en voor omroepbladen. Dat deed ik al 10 jaar, ging goed, veel werk, druk. Op een gegeven moment had ik wel iets van, vind ik dit over 10 jaar nog leuk? En toen begon ik te twijfelen. Ik ben voor mezelf nagegaan, waar word je wel vrolijk van? Intens. Dat is motorrijden en reizen. En wat kan je? Dat is dus schrijven en foto's maken. Daar sta je dan in Anchorage, Alaska, met je motor. En dan? We zijn alle twee in Anchorage geland. Mm-hmm. En toen ben ik naar boven gereden, naar het plaatsje Dead Horse. Ik kwam daar tegen op de landkaart in mijn hostel. En ja, Dead Horse. Het klinkt fantastisch. Ja, een soort western stadje, een shootout in een saloon. Ja, daar moet ik naartoe. Daar gaan we ansichtkaarten naar familie en vrienden sturen. Maar om het te komen, dat viel niet mee hoor. Ik moest de Dalton Highway over. Dat is de slechtste highway in Amerika. Dat is in feite een 700 kilometer lang modderspoor door Bear Country. Ik heb dat gedaan. De laatste 200 kilometer kwam ik in een sneeuwstorm terecht. En dan sta je dan met je open potje en je Peter Fonda hippe brilletje in Alaska in een sneeuwstorm bijna dood te gaan. Dat was 200 kilometer, moest ik er doorheen. Het grootste gedeelte is 1 gedaan, want ik kreeg hem niet in zijn 2. Ja, toen begon ik hem echt te knijpen. Van het ene extreem naar het andere, je kwam ook woestijn tegen. Ja, warm, heet, fucking heet. Ik heb toen een zonnesteek opgelopen. Het houdt in dat je op een gegeven moment sterretjes gaat zien. Dat je je armen gekruist op het stuur ziet. Dat je je oma van 85 langs de kant van de weg ziet staan. Denk, dat gaat niet goed. En echt in de middle of nowhere, hè. Je klimt een heuvel op, echt in de hoop van, dan ga je echt bidden van laat een restaurantje zijn. Na 10 heuvels was er een restaurantje. Ik ben toen opgevangen door een aardige Mexicanen, die hebben echt letterlijk, zoals in de film, echt een emmer water ijskoud over me heen gegooid. Zand, just sand. Als je onderweg bent, elke minuut is anders. Ja. Maar je accepteert ook dat elke minuut anders is. En je accepteert ook veranderingen in je leven. Als je reist, alles is mogelijk, niks is zeker. En dat is de reden dat ik raakte er zo verslaafd aan ook, aan die onvoorspelbaarheid. Aan dat ik uiteindelijk 3 jaar over gedaan heb. Hè. Ja. Ik krijg er geen genoeg van. Ik had wel 3 jaar door kunnen reizen. Ja. Maar blij dat ik het een keer geleerd heb, zeg bandenplak. Dan sta je maar. Een hele antieke Moto Guzzi V7, dat is niet de meest vanzelfsprekende keuze. Ja, dit is een 70s brick, Joost. Het is een V7 uit 1975. Ik had hem al, dat scheelt. Maar ik merkte ook, ik voelde aan dat deze motor het avontuur is. Het is oude techniek, lage grondspeling. Op papier echt een kansloze motorfiets. Maar ja, dat is leuk. Als je zo begint, kijk, als je met 1200 GS rijdt, ja, dan kan in feite niks gebeuren. Met zo'n ding is alles mogelijk. Twee benzine. Maar dit is het avontuur. Dit is old school. Ik heb gereisd zonder GPS, zonder landkaarten. Ik zie vogels vliegen en ik weet die gaan naar het zuiden. Als ik die volg, kom ik vanzelf wel een keertje aan. Wil je dat ik wat zeg? Nee, zeg maar niets meer. Nee? Ik merkte ook, wat ik aanvoelde is dat, en is gebleken, zo'n oude motorfiets, dat werpt geen drempel op. Ik ben niet zo'n pinche gringo die met zijn mooie motor aan komt zetten in een klein dorpje in El Salvador. Een pinche gringo is een kut gringo. Hè. Ik ben geen bedreiging voor die mensen in de zin van, ja, hij is rijk, weer zo'n toerist.
Ze zien me aan, ze zien me in mijn oude kloffie, mijn oude leerjack, mijn oude broek. Ze hebben dan meer iets van, ja, die gozer moeten even helpen. Die moeten op weg geholpen worden. Hier heb je maaltijd. En het is ook gebleken. En de Guzzi deed het al die tijd? Die Guzzi ondertussen, joh. Ik had wat problemen met de achterband. Die ging af en toe eens lek. En voor de rest gewoon niks. Wat ik dan wel deed, heel trouw, omdat er geen oliefilter in zit. De olie verwisselen. Ja, voor de vorm. Ik draaide zijn muziekje uit en gelijk er weer in. Die motor deed het gewoon. Ja. Ik had van meet af aan had ik een onverklaarbaar groot vertrouwen in die motor. Maar en die bleek terecht. Was het vertrouwen of ontstaat er een relatie met zo'n motor? Ja. Is het liefde? Ja, het is liefde. Uiteindelijk wordt die motor een deel van jezelf. Wordt die motor je rechterarm. Iets wat je niet kan missen. Zonder overdrijven, tijdens mijn reizen, omdat het mijn maatje is, zou ik hem ook echt met mijn leven verdedigd hebben. Die vraag heb ik echt op een gegeven moment gesteld. Van hoe ver ga je om die motor te beschermen? Ver. Die weg is niet te doen hier, jongens. Levensgevaarlijk, echt. Ik ga nu even achteruit houden. Eens kijken. En Zuid-Amerika? Ja, op een gegeven moment kom je in Zuid-Amerika aan, El Nuevo Mundo, het nieuwe continent. Dat moest wel de kroon op mijn reis worden, Zuid-Amerika. Ja, daar kan ik Maria niet onbesproken laten. Maria, dat is een hotel-eigenaresse in Quito, Ecuador. Ik stap haar hotel binnen en het was eigenlijk bijna liefde op het eerste gezicht. Na 2 weken hadden we ook een hele stevige relatie al. En er komt bij, was getrouwd, hè? Ze had een man en dat was een best wel een gevaarlijke man. En ik zeg tegen Maria, joh, we lopen nou al 2 weken over straat, hoe kan dat? Die Latino's zijn behoorlijk jaloers. Ze zegt, nou, maar ik heb gesproken met mijn man, het mag. Ik zeg, hoezo dan? Ze zegt, ja, ik heb gezegd dat je homo bent. Homo. Maar die vent was echt link? Die vent was echt link. Volgens Maria had hij al 7 keer met een sicario samengewerkt. Sicario, dat moet je weten, dat zijn Colombiaanse huurmoordenaars. Oh ja. Fijne ventjes. En als hij erachter was gekomen, weet ik zeker dat hij 8 keer met een sicario zou samenwerken. We hebben die relatie toch in stand gehouden, want we waren erg verliefd op elkaar. En het is ook het avontuur ook. Hè? Ja. En kon mij, Maria vertelde op een gegeven moment, ook doodleuk, ze was van een vark. Ik zei, oké. Ze had pistolen, echt Joost, met silenciadores, hoe zeg het? Geluidsdempers. Geluidsdempers. Ja. Ze had mini-mitrailleurs. En ze zei op een gegeven moment ook van, Paul was ook naar je geïnformeerd. Ik zeg, ook wie dan? Raoul Reis, dat moet je weten, dat was toen de tweede man van de vark. Het gezicht van de vark. En toen begon ik me echt te realiseren. Dat ik als avontuur een beetje boven mijn stand begon te leven. Link, tricky. Even terug naar je reis, naar Ecuador, naar Maria, ben je wel weer zuidelijker gegaan. Ja Joost, ik moest die vogels achterna, ik moest door naar het zuiden. Ik ben uiteindelijk Peru doorgereden, ook weer een woestijn, 2000 kilometer lang, door de bergen, over de bergen. Op een gegeven moment kom ik in Bolivia aan. Ik heb de zoutvlaktes gedaan, ik heb Death Road gedaan. Op een gegeven moment ben ik in Sucre terechtgekomen. Daar hoor ik goede verhalen over. Ik denk, nou ga ik eens checken. Nou ja, ik heb de mazzel, ik kom dan weer een hele mooie vrouw tegen. Roxana, dat ging 2 maanden goed. 1,5 maand ging dat goed. En toen kreeg ik te horen van, Paul, ik ben zwanger. Oké, dan ben je 3 jaar onderweg. Hè? Dan ben je de meest vrije, ja, ik kan wel zeggen, top 10 van de meest vrije pikken van de wereld. Hoor je ineens van, je krijgt een kind. En toen is er wel wat met me gebeurd hoor. Ik heb tegen de Roxana gezegd, joh, geef me 5 maanden. Ja. Ik wil die reis in stijl afmaken, ik wil hem niet afraffelen. Dat hoort er niet bij, maar hoort niet bij de motor, bij mijn reis, bij mij. Geef me 5 maanden. Ik reed over de Pampas Pampas, dus dat vlakke gedeelte van Argentinië. En ik denk, shit, je wordt vader. Ik ben echt Bolivia, puur en ook puur zat. Volgens de wegen. Het gaat niet meer, man. Ik kom naar
6000 kilometer reizen, kom ik van Bolivia naar Argentinië, kom ik aan in Ushuaia. Ushuaia is het eindpunt. Dat wordt belangrijk, hè? Uh-huh. Dat is zo'n eindpunt. Niet het arriveren, maar toch, ja, dat is de afronding van je reis. Ik zit daar een uur in een internetcafé. Ik zie de e-mail binnenkomen, hè, van Roxane. En Paul, gefeliciteerd. We krijgen een tweeling. Ongelooflijk, hè? Een tweeling. Wat heb je gedaan? Ik ben teruggereden. Ja, dat snap ik, ja. Ik moest 5,5. Ik heb toen in 2 maanden tijd 12.000 kilometer gereden. Waarvan 8.000 tegenwind. Ja, in no time was ik weer terug bij Roxane. Ik heb dat de afgelopen 6 jaar ben ik ook in Bolivia doorgebracht bij mijn kinderen. Fantastisch verhaal. Even voor de kijkers. Kan iedereen dit? En waarom zou je dit moeten willen? Dat kan in feite iedereen dat. Maar je moet wel goed met jezelf overweg kunnen. Dat kan ik. Ik ben tijdens mijn reis, ik ben met niemand samen gereisd. En of iedereen het zou moeten doen. Ja, kijk wat je doet. Ik heb 3 jaar lang heb ik tijd voor mezelf genomen. En ik heb dat al reizende gedaan. Wat ik wel vind, dat mensen zouden echt tijd voor hunzelf moeten nemen, vind ik meer. Wat minder voor safe gaan. Kom uit die comfortzone. Want ja, het leven is toch echt kort, Joost. Ja. Oké, Paul, jongen. Dankjewel. Ja, super. Klasse, jij bent kikken. Oké, alle avonturen die zijn te lezen in zijn boek, dat hij net uit heeft gebracht. En Paul, wil je het voor mij signeren alsjeblieft? Ja, absoluut, Joost. Oké, jongen. Dan ga je. Toch wel bijzonder hoor. Ik heb mijn eigen boek voor Joost Overzee tekenen.